is Edward Bruksma en ik ben combinatiefunctionaris in de gemeente Zuidwest-Friesland. Klas, ja, vol. Ik ben vooral bezig met het organiseren van beweegactiviteiten en dat ik uitvoeren. Als drie wedstrijdjes gewonnen hebt, ging je erop. Dat is niks. En snits binnen de regiofinales. Deze doelgroep is vaak moeilijk te bereiken buiten de school om. En daarom probeer ik in de pauze, dan hebben alle jongeren vrij. Mooi een populaire sport probeer je het bewegen te stimuleren. Super dat je al je mooie dag hebt. Is nog net op je moment ook. Ben nog eens, hè? Goed, 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 goed. Hé, hey, ga door, ga door. Nou, hè? Hier hebben we een extra doel, mooi. Een gezondheidsaspect is dat. Jongeren bewegen. Ja, oh! Zo stuur. Het sociale aspect. Gewoon lekker mooi elkaar te sporten. En we proberen het onderwijs een kwaliteitsverbetering te gaan. Toch als, nou ja, als gymleraar bij het onderwijs mooi te werken. Jordi, denk wel. Ja, scoren! Omdat we onder kwaliteit eigenlijk te weinig tijd hebben om alles te doen voor sport en spel en kunst en cultuur. Zo het aanbod ik nice kwaliteit deellijn willen moeten bij de school om aandacht te krijgen voor de ontwikkeling van de band op de neemde meer. Natuurlijk noeg je school ze dan best een expert op een bepaald terrein uit waar ben een heel soort plezier in hebben. Maar dat voldoet net om de talenten van de band optimaal ontwikkelen te kunnen. De combinatiefunctionaris moet ervoor zorgen dat er een soort van ontwikkelingsplan is. 2-0! Ja, die schreeuw is er in het onderwijs, omdat we het in de onderwijs tijd zelf net voor elkaar krijgen kunnen, omdat we daar te weinig tijd voor hebben. Ja, ik vind het wel leuk dat dit georganiseerd wordt hier, zo we vaak zijn. Mijn geruste ideaal is een onderbouw onderskwaliteit voor alle ben en dat nijskwaliteit, hetzelfde onderbouw in een verdiepende zin, ook onderboden wordt, zodat ben op groen van belangstelling keuzes meidje kennen. Ja, 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 ja! Ja, doelpunt! Doelpunt! Hij is er al. Was, jongen. We staan hier in de Schuttersveldhal bij de gymnastiekvereniging ATC, het onderdeel AcroGym. Wij doen heel veel sportstimuleringsprojecten voor jeugd, voor kinderen. En ATC is een gymnastiekvereniging waar heel veel jeugd lid van wordt. Hier daar, hè? Hier. Sportsnuffelweek is een project wat eigenlijk sportkennismaking is voor basisschoolkinderen in de hele gemeente Zuidwest-Friesland. Waarbij we sportverenigingen vragen om hun deuren te openen, om kinderen te laten kennismaken met hun tak van sport. Dat coördineren wij helemaal. We hadden vorig jaar voor de eerste keer een snuffelweek gehouden. En toen hadden zij in één week tijd iets meer dan 100 kinderen die wouden kennismaken met gymnastiek en met acro en met turnen. En een aantal van die kinderen die vonden het zo leuk dat ze ook lid zijn geworden van de sportvereniging. En dat is het enerzijds het doel wat we graag willen. Kinderen laten kennis maken en daardoor enthousiasmeren om naar de sportvereniging te gaan. Eerst omhoog. En anderzijds de vereniging het makkelijk te maken om zichzelf bekend te maken en nieuwe leden te werven. Je bundelt de krachten en daardoor maak je het sterk en neem je heel veel werk uit handen van A, het onderwijs, de leerkrachten, maar ook van de sportverenigingen. Adam! Ons aandeel in dit specifieke zitvolleybal of sporten voor mensen met een beperking is dat wij FRISAS, de provinciale organisatie, financieel ondersteunen om onze activiteiten uit te voeren. De paas, setup, aanval eroverheen, daar moeten we echt nu op oefenen voordat we weer naar die wedstrijden toe gaan. In een promotionele zin kunnen ze wat voor ons betekenen. En we kunnen met vragen ook wel naar hun toe. We zijn eigenlijk een soort met spin in het web. Waarbij je eigenlijk een poot hebt waar we zelf activiteiten uitvoeren. Waar je een poot hebt waarmee je behoeften signaleert in de markt. En dan kijkt van, hey, is er een partij die het voor ons kan uitvoeren? Of moeten wij daar zelf bijvoorbeeld een vereniging voor oprichten of aanspreken? En een stukje coördinatie van, hey, daar is een partij die wat wil, maar die weet even niet hoe die andere doelgroep moet bereiken. Bijvoorbeeld de jeugd of de ouderen. En dan gaan wij dan tussen zitten om dat zeg maar bij elkaar te brengen. Heel vaak kwamen ze toch wel tegen van, ja, wij willen wel kuieren, we willen rennen.
Ja, het is lastig om het alleenig te dwaan, om de motivatie op te brengen. Het is ook leuker om het natuurlijk maar meer mensen te dwaan. Maar hoe pak ik dat om? Nou, dan gooi je een baltje op bij de combinatiefunctionaris. En dan rolt het sportief Kuiring er dus uiteindelijk uit. Ja, hand voor een been. Ja, heel goed. Rechterbeen voor, linkerbeen achter. De verbinding wie er eigenlijk al, alleen nou hebben we iets wolfenboen aan Esther. Gebruik je armen. Nee, niet hardlopen. Zij heb ik een eigen bedrouw, dat je het weet in shape. Zij woer het wel dwaan. Dus voer die hartslag op, zo snel mogelijk naar het einde, rustig terug. Buiten de steden is er niks, helemaal niks. Dus ik ben blij dat dat hier georganiseerd wordt. Het is fantastisch dat je zulke dingen kunt doen. En dan in een groepje. Ja, en ik ben dus op dit moment de langzaamste. Maar ik hoop dat dat na 10 weken... Dus ik zal niet de snelste worden, maar wel dat ik dus betere conditie krijg. Dit wordt het zien weken. Is het nooit zien weken gewoon succesvol en dan ben ik er nog deelnemers. Dan loeken wij onze handen in principe van oud en dan is het gewoon ja, een structurele activiteit. 3, 2, omlaag! Wij initiëren en daarin willen we financieel stimuleren, zeg maar. Maar na een bepaalde periode moet ik zo wijzen dat een activiteit op zichzelf kan rennen zonder financiële ondersteuning. We zijn al heel actief op het gebied van sport, maar we vergeten de cultuur zeker niet. Wat we eigenlijk willen is om het cultuurmenu Zuidwest-Friesland, dat al in gang is gezet door het Centrum voor de Kunsten, om daar een impuls aan te geven, een structurele impuls, en om lange leerlijnen in de kunstvakken op scholen te realiseren en projecten op maat. Nou, meer hebben we niet op grote klokken hier. De sportverenigingen maken nu ook al gebruik van combinatiefunctionarissen. Waar sportverenigingen nog meer gebruik van kunnen maken bij eventuele verdere invoering van de impuls, is ook verenigingsondersteuning ten opzichte van beleidszaken. Dus als zij een jeugdplan of een beleidsplan moeten schrijven, dan zouden ze daar ondersteuning voor kunnen krijgen van de combinatiefunctionaris. De toekomstvisie van de Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur is dat die combinatiefunctionarissen echt een bijdrage leveren aan het gemeentelijk beleid, maar ook zoveel mogelijk voldoet aan de vraag die leeft bij het veld. Dat gaan we bereiken door zoveel mogelijk actief te zijn bij die scholen, zoveel mogelijk actief te zijn bij die buurtvereniging, bij de dorpsbelangen, bij de stadsbelangen, maar ook de regie als gemeente houden op de inzet.